Het was terugkomdag op de hertgang. De selectie van Dick Advocaat krijgt steeds meer smoel nu de EK-gangers weer aansluiten. Met Przemyslaw Titon als eerste op het veld. En ook Jetro Willems ging op de foto. Jorginho Wijnaldum heeft geen last meer van zijn enkel, kan dus gewoon meetrainen. En dan is het wachten op al die andere mannen die op Euro 2012 in actie kwamen. Al speelde Kevin Strootman geen minuut. Hij is er wel weer bij. Daar komt Van Bommel aan. En het wachten is natuurlijk op Van Bommel. En daar komt hij achter Memphis Depay, Wilfred Bauma. Is Mark Van Bommel terug bij PSV. Ja, het was weer vertrouwd en ook weer een beetje winnen. Veel andere spelers, alleen Wilfred is nog hetzelfde. Maar de omgeving en de trainer kennen natuurlijk ook nog wel even van Niels Elftal. Maar het was wel heel leuk. Ja. Van Bommel liep vooraan bij de warming-up. Zijn naam viel al even, die van Wilfred Bauma. De 34-jarige verdediger verlengde vandaag zijn contract met 1 jaar bij PSV en begint aan zijn 13e seizoen in Eindhoven. Ik ben er natuurlijk heel blij mee. Vorig seizoen, laatste seizoen zeg maar, was eigenlijk heel het seizoen eigenlijk al duidelijk wat ik wilde. En eigenlijk van PSV ook vrij snel, maar het is pas laat allemaal rondgekomen. Geeft het een gevoel van rust nu? Natuurlijk altijd. Kijk, als je in de voorbereiding bent, dan wil je gewoon dat alles rond is voor het lopende seizoen. Alleen ja, oké, nu is het helemaal de kogel door de kerk. Bauma tevreden, Dick Advocaat ongetwijfeld ook, met zoveel routine aan boord. De trainer die alles scherp in de gaten houdt, veel eist van zijn spelers. En die EK-gangers zijn in ieder geval met een volle tank weer terug. Ja, maar je hebt 3,5 week vakantie gehad. Ik heb natuurlijk wel een programmaatje meegekregen van Egid. Wat ik bijna helemaal afgewerkt heb. Niet 100%, maar 90%. En dat moet wel voldoende zijn. We hebben nog 3,5 week tot de eerste officiële wedstrijd. Ja, tot die tijd moeten wij gewoon goed hard trainen zoals we vandaag al gedaan hebben. Dus zien we Mark Van Bommel vandaag tijdens een groot positiespel zoals we hem kennen. Aanwezig op het veld, sturend, leidinggevend, precies zoals PSV dat van hem wil zien. En de middenvelder die zoveel ervaring opdeed met het Nederlands elftal, met FC Barcelona, met Bayern München en met AC Milan, genoot zichtbaar. Ik moet zeggen, ik vond het heel erg lekker om weer op het veld te staan. Heel plezierig, een leuke groep, jonge groep die je heel, heel graag wil. En dat merkte hij al, het ging er gelijk volop. Ja, dat is even, dan moet je mee of niet. Maar jij wil toch mee, jouw kennende? Ja, maar daarom zeg ik, ik vond het hartstikke leuk. Wat moet dat voor een seizoen worden wat jou betreft? Ja, waar we de vorige jaren ook aan hebben gewerkt. We willen gewoon kampioen worden. En ja, het elftal is weer een jaar volwassener. Ik denk dat aantal jongens die erbij zijn gekomen, met name natuurlijk Mark Van Bommel, dat een speler is die ons het laatste setje kan geven. Ja, is het, en dan laat ik de beker weer eens even buiten beschouwing, ook een soort van revanche? Ja, de bekerwinst, dat is mooi meegenomen en het is een prijs, maar het is niet de prijs die je wilt hebben. Dus daar moeten we met z'n allen hard voor gaan werken. Het gaat om de prijzen uiteindelijk. Ja, daar gaat het zeker om en daarvoor zijn we hier. En daar weten deze mannen wel raad mee. Zaterdag sluit als laatste Ola Toivonen aan. Zondag is KRC Genk de volgende tegenstander in de oefenreeks.